Meen je dat nou? Zijn die kasteeldeuren gewoon één grote deur? Oh, wat een teleurstelling. Wat is er met dat schilderij? Volgens mij wijst ze omhoog. Oh, kijk! Een spiraal! Dat heb ik absoluut nog nooit eerder gezien. Wat? Gordijnen? Hoe? Meneer! Dit is zo cool! Hoe hebben ze dat gedaan? Er was niemand anders binnen. Dit is geen magie. Ze hebben gewoon wat oude gordijnen opgehangen. Wauw! Ga weg aan mijn fantasie! Volgens mij is dit geen deur. Maar wat het ook is, het is een echte vechter. Hij is zo mager, hij heeft vast honger. Je moet meer eten. Jongens, dit moeten jullie zien. Ben, ga naar binnen en zeg wat je... Oh! Wat is dit nou weer? Kom eens hier. Er is vast een geheime deur. Nog meer goedkope trucjes. Wat gebeurt hier allemaal? Heel spannend. Kunnen we al gaan? Wacht, ik ben benieuwd of er iets gaat gebeuren. Jullie zijn aangekomen. Het is altijd tien. Een tijd die nooit voorbij gaat. Ben, geef er niet aan toe. Een nepheld die voor je staat. Maar je gaat doen, staat om raad. Ben, kalm blijven. Dit is niet echt. En je zult het nooit weten. Een groot gevaar, dus begin maar alvast te zweten. Ik ben helemaal klaar met die onzin. Alhoewel, blijf maar lekker ratelen. Nou, dit is best een lange val. Misschien moet je even iets doen voor we de grond raken. Mijn horloge heeft geen kracht. Ik kan nu helemaal niets doen. Nou, ik voel me niet zo goed. Ben, kijk eens naar jezelf. Wat? Ah, Gwen, je ogen. Wat is daarmee dan? Opa! Ik wil niet weten wat er met mij is gebeurd. Zijn jullie oké? Ik denk het wel, maar we moeten hier wegwezen. De uitgang is hier volgens mij vlakbij. Dat zeg je al meer dan een uur lang. Wow, wanneer houdt het nou eens op? Dit moet een illusie zijn, alsof we rondjes lopen. Echte magie kun je niet verklaren. Zeg dat maar tegen Robert Silvers langs advocaat. Het spijt me, jongens. Maar uit dit doolhof kun je nooit ontsnappen. We moeten opschieten. Opa heeft honger. Oké, rustig blijven, jongens. Ik word er zelf weten en dan ga ik naar het eind om een uitgang te vinden. Als ik over 5 seconden niet terug ben, dan is het mis. Ik wil begraven worden met mijn Sumo Slammer collectie. En zeg tegen Kevin dat hij naar sokken meurt. Ben, wacht! Ik zei rustig. Ik ga vooruit om de uitgang te zoeken. Goed, ik heb opa en Gwen niet gezien. We lopen gelukkig geen rondjes. Nee. Ga ik eigenlijk ergens heen? Het voelt alsof ik stilsta. Ik moet hier wegkomen. Ik ben er bijna. Nee! Geef je het nu al op? Het begint net leuk te worden. Zo'n bozo. Alleen jij zou zo'n suffe plek kunnen bedenken. Die spiegels gaan echt veel te veel spiegels. Begrijp je het niet, Ben? Ik heb eens goed kunnen nadenken in de Nor. Ik heb besloten om geen kleine misdaden meer te plegen. Nu kan ik al mijn allerbeste grappen en vrije tijd inzetten om jou eens even flink te sarren. Dus je dacht, ik kom hier eens een kijkje nemen. Ik heb je route grondig bestudeerd. Alle dorpelingen gehypnotiseerd en mijn vallen uitgezet. Geen wonder dat ze zo vreemd deden. Precies. En jouw eeuwige zoektocht naar plezier wordt je eigen ondergang. Je bent nu een permanente gevangene van mijn mooie cel, jij kleine dwaas. Als dit een gevangenis is, dan kan Kanonbal ons hier vast wel uitbreken. Als ik het niet op de uitgang red, dan knal ik gewoon naar buiten.